Dus dit is hem, de Cobalt ANC van Fresh and Rebel. Dit is de kleur mint green en ik moet zeggen, ik vind het best wel mooi. Ik hou ervan. Gewoon lekkere kleuren, gekoopt ervan. Zelf als ik op een website ben en ik zou een kleur bestellen, zou ik het zelf eigenlijk nooit besteld hebben, een mintgroene koptelefoon. Maar eenmaal in mijn handen moet ik wel echt zeggen, het ziet er wel echt tof uit. En ik moet misschien wat meer kleuren gaan dragen. Ja, zwart-wit shirt, het is ook alweer zo saai, hè? Dus op zich is dit wel weer iets leuks dat weer even een beetje de markt doorbreekt. Want vaak zie je alleen maar grauw-grijzige koptelefoons die niet zo heel bijzonder zijn en waarvan je opkijkt van, hey, wauw, dat is cool. Dit is wel, hiervan kijk je dus op. Als we natuurlijk qua design kijken, is dit wel echt een super sportieve, vrolijke koptelefoon waar ik echt absoluut van hou. De earcups kunnen enigszins een paar graden bijdraaien, voren en achteren, links en rechts. Alleen dat kan niet plat op je borst worden gedragen, wat sommige koptelefoons wel kunnen. Maar tegenover dat kun je hem wel weer opvouwen, wat wel heel fijn is. Voor natuurlijk om mee op reis te nemen. Voor de rest heb je een metalen hoofdband, wat fijn is, zodat de koptelefoon extra stevig is. En de padding op de earcups is niet heel veel. Ik had gewild dat er toch bijvoorbeeld meer in zat. En bij de hoofdband zit er ook niet heel veel in. Maar daar in de hoofdband heb je ook niet zoveel nodig. Puur omdat de koptelefoon nog niet eens zo heel zwaar is. En als toeters en bellen heb je nog active noise cancelling op deze koptelefoon. En een volume omhoog en omlaag knop. En een aan- en uitknop. En de aan- en uitknop dient ook als een pauzeer- en startknop. En de volumeknoppen dienen ook als skipknoppen. Dus als je wil skippen van muziek, eventjes een ander muziekje wil pakken, dan kan dat zo geregeld worden via die knoppen. En wat ik absoluut fijn vind, is dat die knoppen daadwerkelijk gewoon fysieke knoppen zijn. Dus geen touch controls. Ik heb een zwaar hekel aan touch controls. Dus ik ben echt blij dat ze hier gewoon fysieke knoppen voor hebben gebruikt. Voor de rest heb je nog een USB-C aansluiting aan de onderkant en een 3.5 mm ingang. En je krijgt de kabel beide gewoon erbij. De 3.5 mm krijg je erbij en de USB-C kabel. Ook trouwens heel mooi gekleurd in groen. En dan gaan we even naar het puntje van comfort. Ik vermeed eigenlijk altijd wel on-ear koptelefoons. En de reden waarom ik eigenlijk heel weinig on-ear koptelefoons review op mijn kanaal is dat ik gewoon ze eigenlijk niet echt lekker vindt zitten. Ik heb vroeger een paar on-ear koptelefoons geprobeerd. Want ja, je wou toch iets hebben van een koptelefoon. Dus nou ja, het eerste beste wat ik zag op de markt was dus een on-ear. Had ik gekocht, had ik dus geprobeerd. En ik merkte al snel na 15 minuutjes dat mijn oren zeer gingen doen. En de Cobalt ANC is hier helaas ook geen uitzondering op. Als ik langer dan 5 minuten deze koptelefoon op mijn hoofd draag, krijg ik toch wel echt irritaties aan mijn oren. En dat kan mede wezen door weinig padding. Maar ik denk puur gewoon dat het design van on-ear gewoon niet voor mij is bedoeld. En dat is ook een beetje de reden waarom ik altijd over-ear designs altijd gebruik. Maar ik heb wel genoeg reviews nog gelezen op het internet van mensen die zeiden dat het gewoon perfect zat. Het zat super comfortabel en zo dingen. Dus het is echt een persoonlijke kwestie. Dus ik zou zeggen, probeer het eerst uit. Bevalt het je, dan haal je hem lekker. En als je het niet bevalt, dan stuur je hem gewoon weer lekker terug. En trouwens, als je nog wat details mist in deze video, heb ik ook nog een blog geschreven over dit product, waar ik soms nog wel eens wat meer in detail ga. Dus ik zou zeggen, check dat eerst. En als je na de blog lezen nog steeds vragen hebt, kun je natuurlijk mij even een vraagje stellen in de comments hier beneden. Oké. Comfort is niet fantastisch. Maar hoe is de audio kwaliteit? Klinkt dit dan wel een beetje goed? En ik moet zeggen, het klinkt echt voor de prijskategorie van 100 euro. Ik kan er niet om klagen. Het klinkt echt goed. De lows zijn mooi aanwezig met lekkere bas erbij. Dus als je hip-hop luistert, kan jij daar echt wel van genieten. En de mids en highs zijn ook best wel helder. Nou moet ik wel zeggen, niet zo helder als ik natuurlijk gewild had. Maar het blijft een 100 euro budget. En voor het budget van 100 euro doet hij het echt heel keurig. Ik kan nergens echt om klagen. En dan de verbinding. De koptelefoon maakt gebruik van Bluetooth 5.0. Wat dus betekent dat je eigenlijk gewoon best wel een stabiele en lange afstand verbinding hiermee kan verwachten.
Althans, in mijn eigen gebruikservaring heb ik geen enkele problemen gehad toen ik op 15 meter afstand zat, of 10 tot 15 meter exact, weet ik niet precies, maar ongeveer 10 tot 15 meter afstand met een muur ertussen, had ik dus geen enkel probleem met deze koptelefoon. Hij stotterde niet, hij maakt niet vage kraakgeluidjes, alles bleef gewoon lekker helder en duidelijk, dus helemaal tip top. En dan, natuurlijk, de koptelefoon, dat moeten we natuurlijk niet vergeten, heeft ook nog active noise cancelling. En ik moet zeggen, de active noise cancelling, natuurlijk is het een on-ear koptelefoon. Oftewel, natuurlijk, het gaat natuurlijk geen geluid isoleren zoals een over-ear koptelefoon. Maar op zich, als je de geluid al aanzet, kun je, weet je, ik heb nooit echt problemen mee om naar mijn muziek te luisteren. Of tenminste te focussen op muziek. Maar met puntje betreft qua active noise cancelling heeft het veel toevoeging. Het heeft enigszins toch wel toevoeging, als in hij pakt niet echt, of hij filtert niet echt de hoge tonen, maar meer echt de lage tonen. Dus laten we zeggen, je gaat dus bijvoorbeeld in een trein zitten en natuurlijk, een trein heeft allemaal van die lage geluidjes en dat soort dingen. Dat filtert hij op zich wel eruit, alleen de hoge tonen zul je gewoon makkelijk doorheen horen. Oftewel, als jij bijvoorbeeld in een klaslokaal zit en je hebt allemaal mensen om je heen die allemaal aan het praten zitten en jij bent de dingen op aan het zetten, ik denk dat je nog steeds heel goed die geluiden kunt horen. Niet exact wat ze zeggen, maar je hoort het wel door je koptelefoon heen en het blijft dus nog steeds een storende factor. Dus de active noise cancelling is niet de top of the line op deze koptelefoon. Ook trouwens goed om te weten is dat de active noise cancelling altijd aan blijft staan als je er niks mee doet. Dus laten we zeggen, je hebt een active noise cancelling aanstaan, je hebt lekker zitten luisteren, lekker even boem boem boem, en dan vervolgens denk je van nou, ik vind het ook wel weer prima en ik schakel de koptelefoon uit, dan moet je ook nog de active noise cancelling uitzetten, want standaard blijft hij gewoon aanstaan. Al dus, active noise cancelling is apart geregeld. Wat voor sommigen misschien een nadeel is, maar voor sommigen ook misschien juist een voordeel. Want als je natuurlijk in een vliegveld zit, of als je in een vliegveld zit, als je in een vliegtuig zit, kan je natuurlijk gewoon de koptelefoon uitlaten, maar de active noise cancelling aanzetten, zodat je gewoon kan slapen in je vliegtuig, zonder dat het heel veel batterij zal vreten. Dus dat is misschien wel een handige gebruiksscenario. En de microfoon die op de koptelefoon zit. Je krijgt dus niet een inline microfoon hierbij, maar je hebt wel dus een microfoon in de koptelefoon zelf zitten. Nou moet ik niet zeggen dat het echt fantastische, wauw, superheldere kwaliteit is, maar ik kan ook niet echt bepaald zeggen dat het slecht is. Het ding is altijd wel met Bluetooth koptelefoons of gewoon andere oordopjes of dat soort dingen, dat microfoontjes, die hebben altijd een bepaalde kwaliteit wat ze kunnen halen, want er zijn bepaalde technische aspecten van pas waardoor microfoons gewoon niet beter kunnen presteren. Dus vaak blijven ze een beetje gelijk aan elkaar presteren en dat is gewoon een beetje matig. En dat is ook wat je een beetje kan verwachten van deze koptelefoon. Het is niet opeens een groundbreaking microfoon. Oké, dit is dus de opname van de Fresh Rebel Code ANC microfoon. Dus dit is dus hoe alles klinkt en ja, wat je een beetje kan van verwachten. En ik heb dan trouwens ook niet de batterijleven nog verteld. De batterijleven van deze koptelefoon is zonder active noise cancelling 30 uur en met active noise cancelling 17 uur. Oftewel, ja, het is niet het langste, maar het is oké, het is prima. En dan de conclusie. Kan ik deze koptelefoon jou nu aanraden? 100 euro kost hij nu. Kan ik hem hiervoor jou aanraden? En ik kan zeggen ja. Alleen moet je wel echt van on-ear houden. Persoonlijk, ik ben altijd de man geweest die over-ear zoveel fijner vindt dan on-ear. Ben jij iemand die niet zo snel irritatie daarvan krijgt en je bent on-ear alleen gewend en je wilt het ook alleen, dan kun je het prima uitproberen. Misschien bevalt het jou wel. Dat is echt een persoonlijk ding. Iedereen, zijn hoofd en oren en al zijn dingen zijn ook allemaal weer anders. Dus ik kan natuurlijk niet voor jou vertellen of hij voor jou comfortabel zal zitten. Maar de bouwkwaliteit ben ik dus wel echt van te spreken. Het is gewoon goed stevig in elkaar. En je kan mee draaien en gek doen wat je wil. Maar het gaat gewoon niet stuk. Audiokwaliteit klinkt ook goed. Lows zijn mooi aanwezig. Je krijgt dus een mooie bas in. Dus als je veel hip-hop luistert, zal je deze ook best wel fijn vinden.
En de mids en highs klinken op zich ook nog wel keurig. Maar het is natuurlijk niet... Het blijft €100. Natuurlijk niet de helderste en de meest detailrijke geluid wat je kan ontvangen. Maar voor de prijs is het hartstikke keurig en kan ik er zeker niet om klagen. Het enige dippertje wat het misschien dan voor sommigen kan wezen... is dat de Active Noise Cancelling gewoon... Het is oké, maar niet heel fantastisch. Dus als je echt op zoek bent naar een koptelefoon die letterlijk elk klein geluidje, hoog of laag, uitfiltert, dan is deze koptelefoon dus echt niet voor jou. Maar als jij dat toch niet zoveel boeit, dan zou ik zeggen, ja, op zich zijn deze nog wel keurig. En dat is waar je het wel mee moet doen. Super dank voor het kijken. Abonneer natuurlijk als je meer wil zien van mijn content. En zeggen, de like-knopje is er niks voor niks. Dus like hem zeker. En tot de volgende keer maar weer.